oog vergroot heel veel, waardoor je dus maar een heel klein deel in de hemel ziet. En het heel moeilijk is om hetgene wat je dus wil zoeken te vinden. Daarvoor heb je een kleine zoeker nodig. En deze zoeker is eigenlijk ook nog gewoon een kleine telescoop. En een telescoop bestaat uit een objectief en een oculair. Objectief projecteert het beeld net als een het objectief van een camera. En als er bij een camera zit geen oculair achter, maar een CCD'tje, een beeldje, om een opname te maken. Die dan weer via je scherpje kan bekijken. Wat dit principe doet, is in plaats van dat je hier een CCD hebt, heb je hier een soort loepje. En daarmee vergroot je het beeld dat hiermee geprojecteerd wordt. En dat is eigenlijk het complete principe van een telescoop. En als we weer wat verder doorgaan, nu is het verleden verlicht. En als we weer wat verder doorgaan, ongeveer een dag of zeven, dan zullen we zien dat het laatste kwartier wordt. Nu schijnt de zon van de linkerkant. En deze maan is het laatste kwartier schijnt altijd ochtends een beetje zichtbaar. Dat komt omdat de zon aan de andere kant staat. Goed, gaan we even terug naar nu. Dus wie weet is de maan vanavond te zien. En het is echt... Mars best aardig goed zou het kunnen laten zien. En dit is zoals Mars vanavond uit zou zien. Hier Mars met zijn kubus kunnen zien. En je ziet wel dat als je uitzoomt, dat hij niet echt hoog aan de hemel staat. Als hier wat bomen voor staan, is het lastig om voor ons hem te vinden. Om niet om te vinden, maar om een plek te vinden waar je de telescoop een vrij zicht hebt op zijn tunnels. Als je dan zijn tunnels kunt zien, dan is het echt de moeite waard om het hierin te bekijken. En vaak zijn zijn tunnels heeft één vrij met een kraan binnenkomt. En hier zie je dat zonlicht al bij een echte kraan inkomt. Dit is dus bij het eerste kwartier en hier bij volle maan. Kijk maar. Bij ook een van de eerste die je in Nederland gebeurde dat 's ochtends om 9 uur. Ja, die maan, omhoog. Dat is een hobby. Ja, die maan. Ja, maan toe. Ik knielt er. En die andere. Ik ga misschien kijken. Maar alle kraters zijn gewoon rond. Hè? Zo. Ja. 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 En wat het aardige is, probeer maar eens te kijken naar de puntjes. Hè. Dus de hoekjes, hè. Linksboven of rechtsboven, linksonder, dat zijn hele scherpe. Maar dan moet ik kijken waar je het kijkt. Ik zie hem nog niet met blote ogen, want ik kijk verkeerd niet.